tot de school, de VOS-school die op de hoek van de Nieuw Koffiekampweg en de Bronsweg zal verrijzen, heeft een bewoner haar ontevredenheid uitgesproken. Volgens haar behoort het stuk grond aan haar en de heer Prior toe. En heeft men stappen overgeslagen voordat men eigenlijk hiermee is begonnen. U hoort wat ze aan onze nieuwsdienst vertelde. Wat de ontwikkeling betreft is goed. Het is een heel goed idee. Maar er staat een hele grote maar hierachter. Omdat ik niet alleen praat als bewoner van het district Brokopondo, maar ik praat ook tevens als mede-erfgenaam van dit perceel. Toch? Die mensen zijn gekomen met een heel goed idee. Maar er zijn stappen overgeslagen. Ze hebben mensen overgeslagen voordat ze tot dit alles zijn gekomen. En daarom sta ik hier om hulp te zoeken. Want dingen gaan niet zoals het moet gaan. Dit perceel staat op naam van iemand. En ik praat hier namens de heer Prior Donovan. Het staat op zijn naam. En ik heb ook gelden gegeven. Dus ik ben ook mede-erfgenaam van dit perceel. Toch? En men heeft ons niet benaderd voordat ze tot conclusie zijn gekomen van dit ding. Dus achteraf horen we bepaalde dingen. En achteraf zie je bepaalde dingen. Mijn vraag nu is, wat gebeurt er met al die plantjes? Want er waren kokospalmen hier. En er was een Mayaboom hier. We hebben van het jaar hebben we meer dan 100 ananasplantjes geplant. Ze hebben al die spullen hebben ze gedoserd. Al die materialen van ons waren nog hier. Ze hebben alles, weet ik veel, wat ze allemaal ermee hebben gedaan. Wat gebeurt er met alle verlies? Achteraf horen van, we moeten een andere plaats zoeken. Toch? We moeten uitkijken naar een andere plaats. Bij mij gaat het erom, voordat je... Voor ik tek een presie voor ons, ga ik ervan uit dat ik die asma want tra presie, voor ik tek een presie voor asma. En dat is niet gebeurd. Maar hebben jullie dat aan ze kenbaar gemaakt? Het is kenbaar gemaakt, maar men wil het niet horen. Omdat, kijk, als je geen macht hebt, toch, ben je zwak. Toch? En dat wordt allemaal gedaan. Want ze gaan ervan uit, we hebben nergens om te gaan, we hebben geen hulp, we hebben geen ma. Maar dat ding staat op naam van iemand. Je kan niet gewoon komen dat je een pressie voor asma, een dozer, alle die plantjes voor asma. Dus dingen waar we jaren erop hebben gewerkt. We hebben gelden, duizenden dollars hebben we uitgegeven voor BKV en appressie. Wie hebben jullie precies gesproken? De heer Prior weet meer erover, maar hij heeft gesproken met de DC en de hoofdkapitein en de kapitein zelf. Oké. Okay. Ze hebben hem over het hoofd gezien. Okay. Wat willen jullie dat er nu gebeurt? Wat er moet gebeuren is dat we... Kijk, er is niet met ons afgestemd, toch? Want we hadden plannen voor dit plaats. We hadden ook onze eigen idee zou bij een tap appresidatie. En het zou ook zorgen voor werkgelegenheid voor het district, vooral voor Koffiekamp. Want hij is zelf van Koffiekamp. We zijn van Brokopondo. Het zou ook zorgen voor werkgelegenheid. Toch? Dus wat we eigenlijk willen, een appresie voor. Want ik vraag me af waarom hebben ze voor hier gekozen? Want ze konden het ook op. Er is al een school, een Milo-school, LBGO-school op Brokopondo Centrum. Waarom hebben ze dan die middelbare school niet naar daar gebracht? Waarom hebben ze dit alles niet naar daar gebracht? Zeiden de kiezen ervoor voor te komen precies voor een smaak ba. En nog erbij de stem af boenangasma. Wat heeft de DC jullie gezegd? Ik denk dat de DC heeft afgestemd met de heer Prior zelf, niet met mij, want. Ik ben zelf onder behandeling van de aas, dus ik kan er niet altijd erbij zijn. Dus dit alles is achteraf gebeurd. Ja. Welke stappen gaan jullie verder ondernemen? We weten zelfs niet welke stappen we kunnen ondernemen, we moeten ondernemen. We zijn zelfs op zoek naar hulp. Toch, maar we zijn bezig met de advocaat. En echt, we zijn echt op zoek naar hulp. Want men zegt ons, dus ze komen, de pot asandis naar festival, ja, nou een lantisan weer doen, nou een scorusan. Maar ik vind van, dat zet je ervoor. Wie is nou een lantisan, je doet, wie is nou een scorusan, je doet stem af naar een asma sa abasanto. Want als ze hadden afgestemd, dan was dit alles niet zo gebeurd. Dat hij de deminobok knapt, ja, zo. Wij hebben na dit gesprek een reactie gevraagd aan districtscommissaris Ludwig Mendelssohn van Brokopondo. En hij gaf het volgende aan. Er waren een aantal aanvragen daar in de buurt, ja, en er zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Ja, zeker 1 tot 2 mensen hebben aangegeven van dat ze voorkeur geven aan
dat project met een algemeen karakter. Dus bij hun prevaleerde het algemeen belang. Ja, maar één persoon die bleef bij zijn standpunt. En het ging om een aanvraag van CEDA 2007, waarvan nooit een toewijzing is geweest. Ja, begrijpt u? En zeker weten is het zo van dat de overheid altijd kijkt naar strategische locaties. Ja, middels de ruimtelijke ordening om planningen te maken. Ja, om op kort termijn, middellang en lang termijn duurzame projecten uit te voeren. Ja, ik heb zelfs een aantal gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Ja, en ook met die ene die niet het begrip wilde opbrengen. Ja, van dat er voor een andere locatie gekozen kon worden. Om weer zijn aanvraag te doen die nooit behandeld is geworden. Ja, vanaf 2007. En dat hij als compensatie een ander stukje terrein. Ja, na aanvraag en afhandeling van alles. Dat hij dat als compensatie zou kunnen krijgen. Met ondersteuning van het traditionele gezag. Maar zelfs dat werd afgewezen. Dat we plekken gebruiken om onze kostgronden neer te zetten. Ja, maar deze meneer gaf aan van dat hij een business daar wilde starten. Ja, ik denk in de business in de richting van een service station. Ja, dus dat hij iets die te maken heeft met zwaar materieel en dergelijke. En u weet, als een school daar in de buurt komt, gezien de ruimtelijke planning, ja, zou dat niet passen. Ja, dus ik weet niet, maar ik denk dat die meneer de ruimte heeft gehad, maanden, om gesprekken te voeren. En tot nu toe ben ik bereid hem te ondersteunen, hoor. Indien hij de ondersteuning nodig heeft van het commissariaat, staan we bereid om hem te ondersteunen. En het traditionele gezag die staat ook bereid, open, om hem te ondersteunen. Dus het ging niet om een terrein die, zeg maar, na de aanvraag afgehandeld is geworden vanaf 2007. En u kunt zelf, het is 17 jaar terug, ja. En nooit is er een toewijzing geweest van dat stukje terrein. En het behoorde tot vrij domein.